Goedendag. Een grijze en bewolkte dag in het grootste deel van het land vandaag. Er viel ook af en toe nog een beetje motregen. Het was wel een stuk rustiger qua wind in vergelijking met gisteren. En dat betekende dat het aan de waterkant toch net even wat aangenamer was. Hier kunnen we op de satellietfoto mooi zien dat die bewolking in vrijwel heel het land aanwezig was. Maar vooral in Zuid-Limburg, daar scheen toch ook nog wel de zon. En daar was het echt een beetje lenteachtig vandaag. Nou, de komende 24 uur moeten we toch wel rekening houden dat er over het algemeen veel bewolking is. En als er vannacht wat opklaringen komen, kan er direct nevel en mist ontstaan in het zuidoosten. Morgen trekt er in de loop van de dag wat regen over het land. Vanuit het zuidwesten komt dat opzetten. En dat betekent natuurlijk dat er ook veel bewolking aanwezig is. Heel misschien dat morgenochtend in het oosten en zuidoosten er ook af en toe wat ruimte voor de zon is. Vrijdag komt er weer een nieuwe storing. Die komt dan vanuit het noordwesten opzetten. En daarachter krijgen we dan ook tijdelijk eventjes een wat meer noordelijke stroming, wordt er iets koudere lucht aangevoerd. Nou, vanavond en ook vannacht dus veel bewolking, maar vannacht ook kans op mist, met name in het oosten en zuidoosten. Temperatuur daalt naar zo'n 2 tot 6 graden. Aan zee dus de hoogste temperaturen. Er staat vannacht nog heel weinig wind. En morgenochtend dan begint het grijs. Heel misschien dat in het oosten eventjes de zon te zien is, maar al snel neemt de bewolking toe. En dan krijgen we ook in de loop van de middag vanuit het zuiden af en toe regen. Temperatuur is wel hoog. Het wordt zo'n 9 tot 11 graden. En de dagen erna blijft het weerbeeld toch wel wisselvallig, maar de zon komt wel geleidelijk aan iets vaker tevoorschijn. Donderdag kan dat al af en toe gebeuren en ook vrijdag en zaterdag. En vanaf het weekeinde, ja, dan zien we heel duidelijk dat een hoge drukgebied belangrijker gaat worden. En dat betekent rustiger weer. Zondag, dat zou wel eens een mooie dag kunnen worden met flink wat zon. De nachten die worden ook wat helderder, brede opklaringen van tijd tot tijd. En dat betekent wel dat de temperatuur geleidelijk aan lager gaat uitpakken. Nog een fijne dag. Thank you.